Op zijn stel namens de FC Unitas plaats 25. Stijn van Soest. We gaan naar Nuland met 206, Jim Struik. Nummer 24 namens de kleidrijvers Christian Bak. We gaan naar Dream Team, plaat nummer 27, Dennis Bignell. We gaan naar FCC Rijswijk, let op die snelle man, Billy Spike van Bemmelen. De UWTC met plaat 242, Mika Lang. Pure BMX Team Nederland, 209. Topfavoriet natuurlijk weer voor vandaag, Steve van Schijndel. En de laatste man, let op hem hoor, hij kent deze baan als geen ander. KWC Kampen, Ryan Hartman. Finale, boys, 10 jaar. Dus even eens kijken, daar op baan nummer 8. Oh, dat is Hartman inderdaad op baan nummer 1. Het is Ryan Hartman die goed vertrokken is. Op baan nummer 1 neemt hij net de leiding ook. En nu niet als laatste sluit aan als nummer 2. Dat is dan Stijn van Soest. Maar het is Hartman dus aan de leiding. De plaat nummer 22. En dan zien we nog steeds op die tweede plaats inderdaad de plaat nummer 25. Stijn van Soest. En wie gaat er aansluiting vinden? Is dat Pure BMX Steven Schijndel? Of zit er nog een mannetje tussen? Nee, het is nog niet Pure. Pure zit op 4. Maar terwijl ik het zeg, komt hij misschien toch door naar 3. Nee, voorlopig nog niet. Voorlopig nog genoegen. Nemende met plaats nummer 4. Het is Billy Spike van Bimble die op 3 zit, de mannen van Rijswijk. En dan zien we dat daar Pure BMX nog voorbij gestoken gaat worden, zelfs door de kleidrijver Christian Bak. Hij sluit daar nog nummer 4 en nog Mika Lang komt er nog voorbij zetten. En is Ryan Hartman daar vooraan. Hij pakt de winst. Ryan Hartman 1 in de categorie. Boys, 10 jaar. Het is toch mooi hè, dat we de kleine technische mannetjes zien.